En als het goed is, hebben we nu aan de lijn Klaas van den Broek van Seniorenweb. Van harte welkom. Ja, dag Jaap. Ja, hartstikke goed. Hey, hartstikke goed dat u erbij bent. En even toch nog, want ik zag op de website van RTV Katwijk dat er al een stuk stond van Seniorenweb Katwijk. Maar het is altijd goed om het ook even van iemand persoonlijk te horen. Want mag ik Klaas zeggen? Ja? Ja, natuurlijk. Okay, graag zelfs. Ja. Nou, Klaas, jij bent een van de vrijwilligers bij Seniorenweb. En voor de luisteraars thuis, wat doet Seniorenweb nu? Ja, Seniorenweb is een landelijke organisatie die zich speciaal richt op ouderen. En om die, zeg maar, digitaal wegwijs te maken. Ja. En dat is dan, ze hebben een landelijk ondersteuningscentrum. En dan overal in het land zijn zogenaamde leercentra. En die geven dan cursussen en helpen de mensen met computerproblemen. We zijn zo'n, dikke 10 jaar geleden zijn we begonnen. En dan gingen we eigenlijk altijd Windows-cursussen geven. Dat was toen een Windows-laptopje en je Windows. En er waren toch een heel veel ouderen die toch in hun werk of anderszins niet met de computer te maken hadden. En dan zeiden de kinderen, pa, ma, je moet toch aan de computer, hoor. Ja, ja, stuurden ze een mailtje. En dan, dan kwamen ze bij ons terecht. En, dat was ook in samenwerking met het welzijnskwartier. Dat heette toen nog anders. Ja. Welzijnswerk, ouderen, Katwijk of zo heette dat. Ja. En we werden toen prachtig gefaciliteerd door de Rabobank. Die stelde toen een lesruimte beschikbaar en laptops. Dus dat was heel leuk samenwerken. Nou, had je altijd wel een klas van 10 personen. En dan gaven we 5 dagen in de week les. Maar kennelijk hadden we de meeste wel opgeleid na een paar jaar. Er waren geen senioren meer. Er was geen senior meer te vinden. Ja, toch zijn ze er wel, hoor. Toch zijn ze er wel. Oh, gelukkig. Maar mensen gingen toch veel over op tablet en zo. Ja, en het aantal cursisten werd toch minder. En toen hebben we ook... En je merkte ook wel... Als de mensen dan... 5 dagen cursus, hè. 5 ochtendjes. Ja. En dan moeten ze aan de slag. En dan komen ze weer allemaal probleempjes tegen. En dat er eigenlijk ook wel behoefte was aan extra ondersteuning. En toen hebben we... Ja, we hebben dat toen het computerplein genoemd. Dan gaat er dus 2 van onze mensen, die gingen dan zitten. Eerst in Katwijk binnen en tegenwoordig zitten in de Zwanenburg. En in de Burgt in Rijnsburg. Daar kan je dan gewoon binnenlopen met je probleempje. Met je laptop onder je arm of je tablet, noem maar op. En dan proberen wij dat probleem op te lossen. Dus dan komen mensen echt... Ja, dan komen mensen echt met een computer binnenlopen. En die zetten hem zo met een groot gebaar bij jullie op het bureau van... Hij doet het niet. Precies. En dat gaan jullie oplossen? Ik kan mijn mail niet lezen. En hoe moet ik een nieuw account invoeren? Ja. Of ik moet een parkeervergunning aanvragen in Amsterdam. Hoe moet ik dat doen? Ja, ja. En of ik wil een e-book lezen. Hoe moet ik dat laden? Nou ja, allerlei problemen. En zo maak je de mensen wegwijs. Ja, en is dat echt een verschuiving geworden? Dat er steeds meer, want er is natuurlijk heel veel ook in die hele techniek, in die digitalisering is er gaande. Zijn die vragen ook meer van trainingen verschoven naar technische ondersteuning? Of mensen meenemen in, vaak krijg je een dikkere handleiding als de tablet dik is. Niet te doen, hè. Die mensen, zo'n handleiding is niet te doen. Je moet toch eerst een beetje wegwijs wezen. En wat ik in mijn cursus ook altijd een van de eerste lessen die ik doe. Hè, dan kan je op een. Ik geef ook, ook weer in samenwerking met de Rabobank. Geven we cursus iPad of Samsung tablet. Ja. En dan een van de eerste dingen die ik doe, mensen, zet de handleiding erop. Ja. Weet je wel? En dan kunnen ze daar gelijk in zoeken. Leg ik even uit hoe je dat moet doen. Zeg maar, het meeste kan je wel vinden. Ja, ja, ja. Hé, Klaas, wat is het leukste wat je nou echt ooit hebt meegemaakt? Dat je echt zegt, nou, in al die jaren blijft dit nog op een netvlies. Dit is zo prachtig, mooi, misschien verdrietig, misschien hilarisch. Heb je zo'n moment nog op je netvlies? Nou, echt hoogtepunten. Ja, je weet het niet. Heb je niet, maar je hebt toch wel heel veel leuke dingen. Er komt in de Zwanenburg komt een meneer van de biljartvereniging. En die wil de scores bijhouden. En heeft hij een Excel-sheet gemaakt. Maar hij komt er toch niet helemaal uit. En dan, dan ga je samen zitten. Dan zit je een uurtje. Ja. En dan gaat hij terug naar zijn biljartclub. En dan zegt hij, nou moet je kijken jongens. Kan die prachtigste scores bijhouden en dingen. Oh, schitterend. Nou ja, dat geeft voldoening. Daar doe je het. En het werkt ook wel naar 2 kanten. Er komen mensen met problemen. Denk je, dat weet ik niet precies. Maar wij zijn toch, zeg maar, wat handiger
in het zoeken naar oplossingen. En meestal weet je dat wel te vinden. En dan heb je zelf ook nog wat opgestoken. Ja, ja. Hey, en toch even de Nederlandse vraag. Hè. Is dat dan gratis of gaat de teller lopen vanaf een half uur? Of hoe werkt zoiets? Nee hoor. Wij zijn allemaal gepensioneerd en de meeste van ons, wij zijn van de babyboomers. Dus wij hebben meestal wel een aardig pensioen. Ja, ja. Dus de voldoening om de mensen met een tevreden gezicht weg te zien gaan is genoeg voor ons. Ja, ja. Hey, en we hebben natuurlijk deze week triest genoeg het eenjarig bestaan van het coronatijdperk kunnen vieren. Merk je nou ook dat, want ja, je ziet dat iedereen, laatst zei iemand, ik zit bijna al 10 maanden alleen maar te zoomen. En teams overleg heb ik. Merk je dat daar ook de vraag groter geworden is vanuit die senioren? Ja, nou ja, de vraag is eigenlijk een beetje weggevallen. Want behalve je vaste klantjes die je nog wel hebt, hè, die mensen die je de gedurende cursus opgedaan hebt en die je zegt, nou ja, bel me maar als je een probleempje hebt. De inloop is weg natuurlijk, daar zijn we mee gestopt. Vandaar dat het ook fijn is dat je me belt. Ja. Want we hebben nu we willen toch bij de mensen bereiken. Dus via welzijnskwartier kunnen de mensen nu bellen naar het secretariaat. Ja. Dat staat ook op de website van welzijnskwartier en dat staat bij Doe Mee in Katwijk. Ja. Dus daar ga ik morgen ook even mee praten met de dames die daar de front office bemannen. En dan, dan bellen ze de dames en die plannen dan een afspraak in. En wij zien dat in de agenda. En dan denken we, dinsdagochtend hebben we 2 en dan 1 tegelijk. Ja. En dan kan je toch vrij coronaproef, kan je dan toch proberen de mensen te helpen. Ja, het mondkapje op en dan zitten jullie op de dinsdagochtend in de Zwanenburg, begreep ik van je. En op woensdag in de Burgt in Rijnsburg. Ja, zeker, ja. Ja. Hey, en krijgen jullie dan ook, is het dan ook mogelijk, van hebben jullie ook een eigen website waar mensen bijvoorbeeld jullie kunnen bellen als ze gewoon een kleine vraag hebben? Of moet je echt altijd via het inloopuur bij jullie terecht? Nou, we hebben wel, je kan ons niet persoonlijk bellen. Ja, anders word je de hele dag gebeld. Ja, toch? Dan word je natuurlijk de hele dag gebeld. Wij zijn ook wel bereikbaar via SeniorWeb Katwijk, heet die, zeg maar het leercentrum. Daar staat ook een telefoonnummer op. Ja. En dan kan je ook, en je kan ons mailen. Ja. SeniorWebKatwijk@gmail.com. Ja. En op die manier kan je wel contact maken. Ja, nou hoor je vaak heel veel mensen, bijvoorbeeld of het nou een woningcorporatie is of een gemeente of allerlei overheidsorganisaties, dan wil men iets weten van de generatie, ik noem het maar 65 plus. En dan hoor je vaak mensen die zeggen, ja, maar die mensen die moeten dat op papier. Heb jij enig beeld nu van, is het nou zo dat we helemaal geen mensen hebben die meegaan met die digitalisering? Is dat echt een heel klein gedeelte? Of, dat zijn er maar weinig hoor. Toch wel? Zijn er weinig. Maar ja, je hebt ze wel. Ja, die computer, daar begin ik niet aan. Ja, ja, en het is jammer, want zo moeilijk is het niet. Ja. Het is, ik zeg altijd tegen de dames in mijn cursus, als u appeltaart kan bakken, dan kunt u ook een iPad bedienen. Het is allemaal receptenwerk. Ja. Doe dit, neem dat. En je hoeft er geen wiskunde voor gestudeerd te hebben. Het is gewoon allemaal stapjes aflopen. Ja. En weetjes. Maar dat kan op leer je door het te doen. En het kan ook zijn dat iemand zegt, joh, ik heb een iPhone gehad van mijn kleinzoon. En hoe moet ik nou FaceTimen? Dat kan ook een vraag zijn bijvoorbeeld. Ja, zeker. Zeker. Ja, dat demonstreren we ook in de les. Dus lekker laagdrempelig. En hoop je dat die cursussen weer gaan beginnen over een tijd? Ja, nou, we hadden toe, want ik zei net aan het begin, ja. Onze bron leek een beetje op te drogen van 65-plussers. Maar toen heeft de Rabobank, die wil natuurlijk ook graag dat mensen gaan digitaal bankieren. Hè? Er is ook vaak een drempeltje om ze daar overheen te helpen. En die heeft toen al zijn klanten boven de 65 aangeschreven. En gevraagd of wij dan die cursussen wilden verzorgen. Nou, dat hebben we nu bijna 2 jaar gedaan. Dat liep storm, joh. Schitterend. Dat we zo 100 respondenten hadden. Ja, ja. Dus... ja, en het is hartstikke leuk om te doen. En dan krijgen ze het laatste lesje, krijgen ze Rabobank bankieren. Of nou ja, goed. Maar, en er wordt ook goed uitgelegd dat het niet gevaarlijk is. Dat het veilig is. Als je maar zo en zo en zo doet, dan is het best wel safe. En het is natuurlijk toch makkelijk. Je kan het vanuit je luie stoel allemaal doen. Nou, geweldig. Hè? En in ieder geval blij om je te kunnen spreken, Klaas van der Broek. En men kan bellen naar Welzijnskwartier 071-403-3323. Op dinsdagochtend in de Zwanenburg kan je een afspraak in laten plannen. Op woensdagochtend in de Burgt in Rijnsburg. En Klaas van der Broek, heel veel succes. En we spreken elkaar vast over de tijd nog wel een keer. Hey, bedankt. Ja, ik vond het leuk om te doen. Ja, fantastisch. Hartstikke goed. Hou ze gemotiveerd.